Deze video gaat over aflezen uit de eenheidscirkel. In deze video ga ik je laten zien hoe je exacte waarden van sinus en cosinus kunt aflezen uit de eenheidscirkel. En ik ga het uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden. De eerste vier voorbeelden zie je hier naast me staan. De opdracht is: geef de exacte waarde. En bij a staat de cosinus van 5/6 pi. Dus we willen weten. Wat is de exacte uitkomst van de cosinus van 5 zesde pi? Nou, als je de exacte uitkomst van een sinus of cosinus wil weten, dan kun je gebruik maken van de eenheidscirkel. Eerder hebben we het wel eens over eenheidscirkels gehad en toen heb ik je uitgelegd: een eenheidscirkel is een cirkel waarvan de straal gelijk is aan 1. Nou, in deze video gaan we kijken naar een hele speciale vorm van de eenheidscirkel. Want dat is de eenheidscirkel met daarin de exacte waarde. En die vorm van de eenheidscirkel die zie je hier rechts naast me staan. In de rest van het hoofdstuk gaan we, als we het hebben over de eenheidscirkel, alleen maar kijken naar een eenheidscirkel van deze vorm. Dus met al deze informatie erin. En als je die eenheidscirkel voor het eerst ziet, dan is dat best indrukwekkend. Maar aan de hand van deze voorbeelden ga ik je laten zien dat het eigenlijk best wel meevalt. We gaan even terug naar A en bij a staat de cosinus van 5/6 pi. Nou dan beginnen we even met 5/6 pi en dan gaan we eerst eens even kijken bij de eenheidscirkel waar die 5/6 pi staat. Nou eerder hebben we geleerd 5/6 pi dat is de draaihoek en de draaihoeken die staan altijd aan de buitenkant van de eenheidscirkel. Dus dan moet je gewoon even zoeken. Nou 5/6 pi zit hier, dus we zitten in onze cirkel op deze plek. En wat gaan we dan doen? Nou we willen weten wat is de cosinus van 5/6 pi. En eerder hebben we dit geleerd. Kijk even hier naartoe. De cosinus vind je op de x-as en de sinus vind je op de y-as. In dit geval gaat het over de cosinus. Dat gaat dus over de x-as. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je vanaf 5/6 het stippellijntje volgen naar de x-as. Nou de x-as zit hieronder. Dus je volgt het stippellijntje naar beneden en dan vind je min een half wortel 3. Dat betekent dat de uitkomst van 5 zesde pi gelijk is aan min een half wortel 3. Dus wat doen we nu? De cosinus is de x-as. We kijken bij 5 6 de pi. Dus vanaf 5 6 pi ga je naar de x-as en dan vind je min een half wortel 3 als antwoord. Dat mag je gewoon zo opschrijven. Dus dan zeg je het antwoord is... ...min een half wortel 3. En dan heb je de eerste vraag al netjes uitgewerkt. Gaan we naar b. Bij b staat de sinus van 1 vierde pi. Nou, de draaihoek is nu 1 vierde pi. Dus we zoeken waar 1 vierde pi zit. Dat is hier. En we willen weten wat is de sinus van 1 vierde pi. Nou, eerder hebben we geleerd... ...de sinus vind je op de i -as. Dus we gaan vanaf 1 vierde pi naar de i -as. Dan gaan we dus deze kant op en dan vind je een half wortel 2. We weten nu de uitkomst. Sinus 1 vierde pi is een half wortel 2. Dus dan zeg je, dit is een half wortel 2. Gaan we naar C. Bij C staat de cosinus van een half pi. Nou, dan gaan we op zoek naar een half pi. Nou, een half pi zit hier bovenaan. En deze is wel een beetje vreemd, want je ziet vanaf een half pi zijn er geen stippellijnen. Nou, we hebben het over de cosinus. De cosinus zoals we weten is de x-as. Dus de vraag is eigenlijk: als je bij een half pi bent, wat is dan de x-coördinaat? Nou, je ziet hier in het midden van de eenheidscirkel de x en de y-as. Dus je ziet het assenstelsel. En wat je ziet is als je bij een half pi bent, dan zit je op de y-as. Nou, als je op de y-as zit, dan is jouw x-coördinaat gelijk aan 0. Dus als je wil weten wat is de cosinus van een half pi? Dan zoek je de x-coördinaat en die is dus 0. Dus de uitkomst van cosinus een half pi is 0 en nu hebben we het antwoord bij C gevonden. Dus die C was een beetje vreemd, een half pi zit bovenaan. Je ziet daar geen stippellijntjes. Het gaat over de cosinus, dus de x-as. Je zit hier op de y-as, dus je x-coördinaat is 0, dus de uitkomst hiervan is 0. Maar dan gaan we naar D, die is ook een beetje vreemd. Want daar staat de sinus van min 1 derde pi. Nou, dan beginnen we weer even met de draaihoek. En de draaihoek is min 1 derde pi. Nou, als je hier even kijkt, dan zie je dat er nergens negatieve draaihoeken staan. Hoe kun je dat oplossen? Nou, eerder hebben we geleerd: hier zit een nul. Als je deze kant op draait, dan is dat positief. En als je de andere kant op draait, dan is dat negatief. Dus wat moeten we doen? Er staat min 1 derde, dus dan moeten we vanaf de 0 1 derde pi naar beneden. Nou, als je vanaf 0 1 derde pi naar beneden gaat, dan kom je uit op 1 2 derde pi. Hoe weet ik dat? Nou, 0 is eigenlijk hetzelfde als 2 pi, want een heel rondje is 2 pi. 2 pi min 1 derde pi is 1 2 derde pi, dus we komen dan uit bij 1 2 derde pi. We willen weten wat is de sinus. De sinus is de i-coördinaat. Dus vanaf hier moeten we naar de i-as. En dan vinden we min een half wortel 3. Dus dit is gelijk aan min een half wortel 3. En nu hebben we de antwoorden gevonden. Dus wat hebben we gezien? Nou laten we nog even kijken naar d. Die is lastig. Min een derde pi betekent vanaf hier 1 derde terug. Dan kom je daar uit. Je moet naar de i-as, dan vind je min een half wortel 3. En dan heb je het exacte antwoord gevonden. Oké, okay, nu gaan we kijken naar een ander soort opgave. En die ander soort opgave die zie je hier naast me staan. De opdracht is geef de exacte waarde van alfa met alfa tussen 0 en 2 pi. En bij A staat de cosinus van alfa is een half wortel 2. Dan laten we eerst even goed kijken wat het verschil is tussen deze opdracht en de opdrachten die we net hebben bekeken. Net was het zo dat we wisten wat er tussen haakjes stond. Dus we wisten de draaihoek en toen gingen we die draaihoek aan de buitenkant opzoeken. En toen gingen we met behulp van die stippellijntjes naar het antwoord. Hier hebben we een opdracht die precies het tegenovergestelde is. Dus we weten niet wat er tussen haakjes staat en daar staat een alfa. Dus de draaihoek is onbekend, maar we weten wel wat de uitkomst is, want de uitkomst is hier een half wortel 2. En we moeten nu dus bepalen, wat is de draaihoek die hoort bij een half wortel 2. Nou, als je die draaihoek wil bepalen, dan werkt dat als volgt. Het gaat hier over de cosinus en zoals je weet, de cosinus vinden we op de x-as. De uitkomst is een half wortel 2, dus we gaan in onze eenheidscirkel op de x-as op zoek naar een half wortel 2. Nou, een half wortel 2 op de x-as vind je hier. En dan zie je dat er vanaf daar twee mogelijkheden zijn. We kunnen omhoog naar 1 vierde π, maar we kunnen ook naar beneden naar 1 drie vierde π. Dan zie je dat we twee dingetjes met π hebben gevonden. Dat zijn dus de twee draaihoeken en dat zijn dus de twee opties voor alfa. Dus dan zeg je dit, je zegt nu alfa is 1 vierde π of alfa is 1 drie vierde π. En nu hebben we de antwoorden gevonden. Dus wat hebben we gezien? We moeten op de x-as kijken bij een half wortel 2. Als je daar bent dan zit je hier en dan zijn er twee opties. 1 vierde pi of 1 drie vierde pi. Dus dat zijn de twee opties voor de alfa. Nou, dat was de eerste vraag en nu gaan we naar de tweede en dat is opdracht B. En bij B staat sinus alfa is min een half. We weten opnieuw niet wat de draaihoek is. Maar we weten wel de uitkomst, want de uitkomst van de sinus is min een half. Nou, de sinus vind je op de i-as. We moeten kijken bij min een half. Dus dan kijk je in de eenheidscirkel en dan zit je dus hier. Vanaf hier zijn er twee mogelijkheden. Naar rechts hebben we 1,56 pi en naar links hebben we 1,16 pi. Dus dat zijn de twee antwoorden. Dus dan zeg je het volgende. Je zegt alfa is 1,16 pi of. Alpha is 1 vijfzeste pi. En nu hebben we de antwoorden gevonden. Dus bij B zien we hetzelfde principe. De sinus gaat over de i-as. We hebben min een half. Nou, als je dat opzoekt, dan zit je hier. Dan vind je deze twee antwoorden. En dat zijn dus de opties voor alpha. Oké, okay, de laatste twee voorbeelden. We hebben nog steeds dezelfde opdracht. Maar nu hebben we bij C de sinus van alpha is 1. Dus we willen weten... Wat is de waarde van alfa waarvoor de sinus gelijk is aan 1? Hoe pak je deze vraag aan? Nou, eigenlijk gaan we gewoon dezelfde tactiek hanteren als net. Alleen zul je zo meteen zien dat deze wel een beetje vreemd is. Maar we beginnen gewoon hetzelfde. De uitkomst is 1. Het gaat over de sinus. En zoals je weet, de sinus gaat over de i-as. Dus we kijken op de i-as bij een waarde van 1. Nou, dan heb je hier de i-as, En als je naar die i-as kijkt. Dan zie je dat we nergens een waarde van 1 hebben. We hebben hier een half, een half wortel 2, een half wortel 3, maar 1 staat er nergens op. Dan moet je even bedenken, het is een eenheidscirkel en voor de eenheidscirkel geldt de straal is gelijk aan 1. De straal is het stukje vanuit het middelpunt. Dat zit hier in de oorsprong tot aan de rand. En als je van het midden naar de rand gaat, dan is dat eigenlijk vanaf de oorsprong Helemaal naar boven. Als je helemaal naar boven gaat, dan zit je hier, dan heb je dus een y coördinaat die gelijk is aan 1. Op dezelfde manier geldt als je helemaal naar beneden gaat, dan is de i-coördinaat -1. Dus die waarden van 1 en -1 die staan eigenlijk gewoon in de cirkel. Nou, in dit geval moet onze y coördinaat gelijk zijn aan 1. Dus we moeten vanaf hier helemaal naar boven, daar staat ook een draaihoek want die draaihoek die is een half pi. Je ziet dus dat er hier maar één antwoord is, omdat we helemaal bovenaan alleen maar een half pi zien en dat is dus de waarde van alfa. Dus dan noteren we het volgende. Je zegt, we weten alfa is een half pi en nu hebben we het antwoord gevonden. Dus wat hebben we gezien? Deze is een beetje gek omdat die waarde van 1 dus niet in de eenheidscirkel staat. Maar bedenk dan de straal van de cirkel is altijd 1. Dus helemaal bovenaan is 1. Daar zit een draaihoek van een half pi en dus is de alfa gelijk aan een half pi. En dan gaan we naar het laatste voorbeeld en die is ook een beetje vreemd. Want daar hebben we de cosinus van alfa is 1. Nou hier geldt een beetje hetzelfde principe als bij C, maar nu gaat het over de cosinus en dat maakt hem extra lastig. We hebben nu de cosinus de cosinus is de x-as, en dus willen we weten bij welke waarde van alpha, dus bij welke draaihoek, zitten we op de x-as bij een waarde van 1. Nou, dan gaan we kijken in de eenheidscirkel. De x-as vind je hier, maar dan hebben we hetzelfde probleem als net, want op de x-as staat nergens een waarde van 1. Gelukkig kunnen we dat ook op dezelfde manier oplossen, want bedenk weer: de straal van de cirkel is 1. Dus vanaf de oorsprong helemaal naar rechts geeft een positieve x-coördinaat van 1. Op dezelfde manier helemaal naar links heb je min 1. Maar goed, wij willen dus 1. 1 zit helemaal aan de rechterkant en dus zitten we hier in de cirkel. Nou, als je daar zit, dan zie je daar staat een waarde van 0. Dus dat betekent de draaihoek, dus alpha, is gelijk aan 0. Maar dat is niet het enige antwoord. En nu kom ik pas eigenlijk op hetgene wat hier staat, want daar staat de alfa zit tussen 0 en 2pi in. Je ziet hier ook van die streepjes staan en die streepjes geven aan 0 en 2pi doen wel mee. Nou 0 hebben we al gevonden. 0 zit hier hè en die zit dus bij een x-coördinaat van 1. Maar eerder heb je geleerd een heel rondje door de eenheidscirkel is 2pi. Dus behalve 0 Staat er eigenlijk ook 2π? Nou, we hebben een alfa tussen 0 en 2π. 0 en 2π doen allebei mee, en dus is in dit geval de alfa niet alleen 0, maar is de alfa ook gelijk aan 2π. Dus je noteert het volgende, je zegt, alfa is 0, of alfa is 2π, en nu hebben we de antwoorden gevonden. Dus wat hebben we gezien? Deze was helemaal lastig. En dat komt dus omdat we de cosinus hebben van 1. We hadden al besproken, de straal is 1. Dus 1 zit helemaal aan de rechterkant en daar zie je een waarde van 0. Maar bedenk dan, als je een heel rondje verder bent, heb je 2π. Want een heel rondje is 2π. 2π doet zelf ook mee. Dus eigenlijk zijn er twee opties, namelijk de 0 die hier staat, of een heel rondje verder. En dat is 2π. Er zijn dus twee antwoorden, 0 en 2π. En nu hebben we de antwoorden gevonden. En zo kun je dus exacte waarden aflezen uit de eenheidscirkel. Vond je dit nu een handige video? Abonneer dan even op mijn kanaal. En klik even hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je graag snel weer terug bij de volgende video van Math with Menno.